Vijf soorten orgasmes en hoe je ze krijgt. Omdat seks voor de vrouw zo complex is, experimenteren een hoop stelletjes met seksuele spelletjes of proberen vrouwen hun lichaam op verschillende manieren te onderzoeken om zichzelf beter te leren kennen. Hierdoor zijn veel vrouwen erachter gekomen dat ze verschillende soorten orgasmes kunnen krijgen wanneer verschillende delen van hun lichaam gestimuleerd worden. Laten we eens kijken naar slechts 5 van deze variaties. De clitoris, de sleutel tot succes. De clitoris is het meest bekende seksuele deel van het vrouwelijke lichaam en dit lichaamsdeel stimuleren is voor de vrouw de makkelijkste manier om een orgasme te krijgen, met name doordat de clitoris zo toegankelijk is. De clitoris kan gemakkelijk gestreeld worden. De meeste vrouwen vinden het heerlijk wanneer dit deel van hun lichaam gestimuleerd wordt, waardoor ook de meeste mannen goed weten hoe ze hun partner wild kunnen krijgen. Sommige mensen zeggen dat masturbatie in dit geval erg belangrijk is. Zelfs een vrij onervaren partner kan wanneer zijn partner zelfverzekerd genoeg is goed door haar begeleid worden. Waarschijnlijk kun je dit deel van je eigen lichaam al vrij goed en kan je je partner makkelijk de weg wijzen wanneer hij een beetje verdwaald lijkt. Ook dit orgasme is vrij bekend en voor sommige stelletjes is dit het enige orgasme dat ze kennen. Dit orgasme is echter ook een van de moeilijkste soorten orgasmes om te krijgen. Penetratie is op zichzelf niet genoeg om de befaamde G-spot te stimuleren. Om op deze manier klaar te komen, moet je heel hard je best doen en je goed concentreren. Ook al is dit orgasme misschien vrij ingewikkeld, toch raden we niet aan dat je hem hierdoor maar meteen aan de kant schuift. Een vaginaal orgasme kan namelijk zeer bevredigend zijn. In dit geval is goede communicatie van essentieel belang. Er zijn verschillende standjes die kunnen helpen om dit deel van het vrouwelijke lichaam te stimuleren, op de knieën gaan zitten. Helemaal gaan zitten, het van achteren proberen of juist van de zijkant blijf doorgaan tot je het juiste standje gevonden hebt. Sommige vrouwen zeggen dat het juist helpt om zelf bovenop te zitten, omdat ze dan zelf de bewegingen kunnen bepalen. Onderop kan het helpen als de man bij de baarmoederhals kan komen. Dit is een van de meest intense orgasmes die een vrouw kan hebben en wordt opgewekt door zowel de clitoris als de G-spot tegelijkertijd te stimuleren. Dit wordt ook wel een volledig orgasme genoemd. Wanneer de vrouw op deze manier klaarkomt, voelt ze haar hele lichaam trillen en is ze gevoelig voor alle sensaties. Veel vrouwen realiseren zich niet dat niet alleen de G-spot, maar ook de clitoris invloed heeft op de vulva en de binnenkant van de vagina. Daarom kan het helpen om beide tegelijkertijd te stimuleren. Het is de eerste paar keer niet bepaald makkelijk om dit te doen en misschien moet je je lichaam eerst even goed analyseren. Wij raden aan dat je je partner hier als vrouw altijd even bij helpt. Probeer een paar standjes waarbij je zelf bovenop zit en voer verschillende bewegingen uit tot je de juiste vindt. Jazeker! We hebben het inderdaad over dat deel van het lichaam, de anus. Sommige vrouwen of stelletjes proberen dit nooit, omdat ze bang, wantrouwig of bevooroordeeld zijn of vanwege bepaalde geloofsovertuigingen.
Anderen proberen het wel uit, maar voelen zich er ongemakkelijk bij of vinden het zelfs pijnlijk. Sommige vrouwen hebben echter vrij vaak anale seks en kunnen hier fantastische orgasmes mee krijgen. Ja, dat lees je goed, ze krijgen fantastische orgasmes wanneer ze bekend zijn met dit deel van hun lichaam. De anus heeft net als de clitoris zeer gevoelige zenuwuiteinden, waardoor je met minimale stimulatie zeer veel genot kunt ervaren. Je kunt de anus stimuleren met je vingers, je mond en natuurlijk een penis. Om penetratie in dit lichaamsdeel makkelijker te maken, kun je gebruik maken van erotische speeltjes om het lichaamsdeel nat te maken, waardoor de anus toegankelijker wordt en de kans op een orgasme groter wordt. Hygiëne en goede communicatie met je partner zijn absoluut van essentieel belang als je op deze manier wilt klaarkomen. Wees je ervan bewust dat het in eerste instantie misschien een beetje onaangenaam kan zijn, maar dat het na een tijdje erg bevredigend kan zijn. Wees niet bang om het eens aan je partner voor te stellen of enige twijfels erover gewoon te uiten. Van trainen in de sportschool kun je ook een orgasme krijgen. Volgens een studie die onlangs werd uitgevoerd hebben vrouwen helemaal geen man, vibrator of zelfs directe seksuele stimulatie nodig om klaar te komen. Vrouwelijk seksueel genot zou namelijk ook kunnen worden opgewekt door middel van lichaamsbeweging. Misschien ben je wel iemand die dagelijks naar de sportschool gaat of misschien heb je wel eens een bepaalde prikkel gevoeld toen je de trap opging. Zo ja, dan ervoer je op dat moment seksueel genot door lichaamsbeweging. Dit soort orgasmes bieden half niet zoveel sensaties als de bovengenoemde orgasmes, hoewel sommige vrouwen deze manier om genot te ervaren wel verder hebben ontwikkeld, waardoor het steeds aangenamer en intenser werd. Probeer eens buikspieroefeningen te doen, te fietsen, aerobicsoefeningen te doen of te gaan rennen. Gaat het niet, dan schaadt het niet. Orgasmes, de grote vrouwelijke uitdaging. Klaarkomen is voor een vrouw nu eenmaal niet altijd even makkelijk, met name wanneer ze haar eigen lichaam niet goed kent. Daarom lijkt het misschien onmogelijk dat er überhaupt zoveel verschillende soorten orgasmes bestaan en zelfs nog onmogelijker dat je ze ooit zelf allemaal zult ervaren. Weet echter dat het zelfs mogelijk is om niet alleen een van deze orgasmes, maar al deze orgasmes tijdens hetzelfde avontuurtje te ervaren. Het enige dat je vooral hoeft te doen, is jezelf laten gaan en je complexen aan de kant zetten. Vooral dan zul je in staat zijn om erachter te komen wat voor jou het meest bevredigend is. Het beste is zelfs nog dat je helemaal geen partner nodig hebt. Vrijgezelle vrouwen kunnen net zo goed van een orgasme genieten als vrouwen die een partner hebben.